We hebben een verhaaltje over voetbal en geld. Heel veel geld. Aanleiding is dit bericht. Een club uit China zou 43 miljoen euro over hebben voor Ajax-speler David Neres. En Sevilla 14 miljoen euro voor Ajax-verdediger Max Weber. Ik weet het dus het allemaal eerst zien dan geloven, zo werkt het in het voetbal. Maar we zijn toch maar eens even wat gaan rekenen, want daar houden wij van mij hier bij TLZ. Uh, vergeet niet, dit zijn namelijk nog niet eens de toptransfers die Ajax de komende maanden wil gaan maken. Er wordt vanuit gegaan dat ook deze vier spelers Ajax gaan verlaten. Aanvoerder Matthijs de Ligt zou zo'n 80 miljoen euro moeten opbrengen, heeft Voetbal International berekend. Paris Saint-Germain zal al rond zijn om Frenkie de Jong over te nemen voor 75 miljoen euro. En aanvaller Hakim Ziyech en keeper André Onana, die willen ook weg naar het schijnt. Beetje lastig om daar een transfersom op te plakken. Maar de site transfermarket.com leert ons dat zier zo'n 35 miljoen zou moeten opleveren en keeper André Noana makkelijk 28 miljoen. Nou, tel je dat nu allemaal bij elkaar op, al die zes mogelijke transfers, dan kom je op het duizelingwekkende bedrag. Ajax ontvangt de komende maanden, als dat allemaal doorgaat, 275 miljoen euro. Om je nou even een idee te geven hoeveel dat is, hebben we een rekensom gemaakt. We hebben de lijst met de 100 duurste transfers uit de geschiedenis van de Eredivisie genomen. Die loopt van 40 miljoen euro voor de Ajax Seat Sanchez, die naar Tottenham Hotspur ging. Tot aan onderaan die lijst, nummer 100. Ook een Ajax Seat. Toby Alderwereld ging destijds van Ajax naar Atletico Madrid en dat leverde toen zo'n 7 miljoen euro op. Nou, tel je al die bedragen op, dan blijkt Ajax de absolute grootverdiener met een totale transferinkomsten van 462 miljoen euro. Gevolgd door PSV, 312 miljoen euro, en op behoorlijke afstand daarachter Feyenoord, met inkomsten van 141 miljoen euro. Ja, wat leert ons dat nou? nou als Ajax inderdaad erin slaagt om die zes spelers, waar ik het net over had, voor in totaal 275 miljoen euro te verdienen, dan verdient het in één klap bijna net zoveel als PSV in zijn hele geschiedenis, ietsje minder. En Ajax verdient in een paar maanden het dubbele. Van wat Feyenoord in zijn hele historie aan transferinkomsten heeft geboekt: 275 miljoen euro. Wat te doen met al die poen? Wat te doen met 275 miljoen? Ja, we hebben het hier eerder gezegd: hè? Ajax uh, zou zichzelf van de beurs kunnen halen. Er staan uh, 5 miljoen aandelen uit op Beursplein 5. Die doen nu zo'n 15 euro per stuk. Moet je natuurlijk altijd ietsje meer bieden, hè? zeg uh, 17,50. Brengt de totale rekening voor zo'n bus-exit op 87,5 miljoen euro. Kan makkelijk. Je zou natuurlijk de beste spelers van je tegenstander kunnen kopen. Steven Bergwijn en Evan Lozano zijn dat van PSW. Die kosten volgens de transfermarket.com, die site waar ik het net over had. 30, respectievelijk 40 miljoen euro. En bij Feyenoord zijn dat Steven Berghuis en Tony Velena. Die zouden ieder zo'n 12 miljoen euro moeten kosten. Samen. Een kleine. 100 miljoen euro in totaal. Maar ja, dan versterk je je team en je verzwakt de tegenstander. Dus wie weet, lukt het Ajax dan wel om een keertje kampioen te worden? Zou je kunnen doen. Je zou, andere optie, de Arena kunnen kopen. Die staat nu voor zo'n 117 miljoen euro in de boeken. Ajax heeft daar al 13% van, dus die hoef je niet te kopen. Dus als Ajax daar nog eens zo'n 100 miljoen euro voor uittrekt, dan ben je helemaal de baas in de eigen Johan Cruijff Arena en mag je ook alle inkomsten zelf houden. Of. Je doet ze gewoon alle drie. De beurs exit, de spelers van je tegenstander kopen en de arena past allemaal binnen dat budget. Maar er is nog een vierde optie voor als je dat hele bedrag in één keer wilt uitgeven. Er is namelijk nog een club op zoek naar een nieuw stadion. Alleen loopt de financiering daarvan nog niet zo lekker. Het is uh, dit stadion dat je nu gaat zien, Feyenoord City heet het. En wat lezen ze op de website? De investering in het stadion bedraagt 253,5 miljoen euro. Kan Ajax dus makkelijk betalen. Maar laten we het stadion dan wel noemen naar misschien wel de beste speler die er ooit in Rotterdam heeft gespeeld.